heb ik gestudeerd aan de Avanzo Hogeschool in Den Bosch. Heb ik bestuurskunde gedaan. En dit was mijn laatste studiejaar, dus dan moet je op zoek naar een afstudeerstage. En die hebben wij gevonden hier bij de gemeente Veghel. Dat heb ik samen gedaan met Maarten Koppelmans. En wij hebben het onderzoek naar de buurtsupers uitgevoerd. En op een gegeven moment zag ik een vacature verschijnen op Huisnet voor de functie beleidsmedewerker lokaal onderwijsbeleid. En ik dacht van, goh, dat vind ik eigenlijk wel leuk. En het zou eigenlijk wel goed uitkomen. Dus ik heb gevraagd van, mag ik daarop reageren als stagiair? En het antwoord was ja. Nou, een brief geschreven, sollicitatiegesprek gehad. En boven verwachting ook nog aangenomen. Dus ik moet mijn diploma nog krijgen, maar ik ben dus op die manier mocht ik hier blijven, dus dat is erg leuk. Dus zo ben ik hier eigenlijk terecht gekomen. Dus ik zat eerst aan de achterkant van de gang en nu mijn eigen plek hier voor aan de gang. En ja, de bedoeling is dat ik het onderwijsbeleid van de gemeente Veghel samen met de collega's van onderwijs ga oppakken. En het gaat er eigenlijk om, dat is denk ik wel abstract, maar dat is wel waar het om gaat, is dat je de zogenaamde doorgaande lijn van 0 tot 23 jaar in je gemeente samen met je onderwijspartners, maatschappelijke partners organiseert, zodat de ontwikkeling van het kind eigenlijk vanaf 0 tot 23 in beeld is, ondervangen is en daar de nodige ondersteuning voor is bijvoorbeeld.